Hi, Peter Duifhuis hier voor de Hogeschool Utrecht en we gaan het vandaag hebben over licht en golven en over hoofdstuk 24 van Cardinal & Johnson over elektromagnetische golven of elektromagnetische straling heb ik opgeschreven. Dus het is nagenoeg hetzelfde in ons geval. We gaan eens kijken naar hoe elektromagnetische straling ontstaat en daarvoor beginnen we bij een draad waar een een staaf waar een wisselspanningsbron tussenin staat en we zien dat we meten op een punt P nabij die staaf een elektrisch veld. Nou, voor de hand ligt dat we dan een elektrisch veld meten dat heen en weer gaat. Je ziet in situatie A dat er nog geen elektrisch veld is of geen elektrisch veld, we zitten bij de wisselspanning waar die 0 is. Nou, die gaat heen en weer. Bij B is de spanning of gaat de lading naar boven, of is de positieve lading boven. Bij situatie D is de positieve lading beneden. En je zou bijvoorbeeld met elektrische veldlijnen inderdaad kunnen controleren dat het veld dan naar beneden is en even later naar boven gericht. Dus dat is wat je meet. Een wisselend elektrisch veld. Evenzo meet je een wisselend magnetisch veld. En dat magnetisch veld is niet omhoog of naar beneden, maar het papier in, het scherm in of het scherm uit. Dat kunnen we controleren met de rechterhandelregel, hè? Stroom naar boven. Dit is dan het magnetisch veld, dus inderdaad aan de rechterzijde. Is dat rechts? Dus voor mij is het rechts. Is het voor jullie ook rechts? Ja, aan de rechterzijde gaat het papier in, aan de andere kant het papier uit. Wat ontstaat er dan? Nou, we hebben nabij een veld, maar we hebben een extra effect, wat we nog niet kennen, door Maxwell bedacht en blijkt ook zo te zijn. Het wisselende magnetisch veld zorgt voor een wisselend elektrisch veld en dat zorgt weer voor een wisselend magnetisch veld en dat zorgt weer voor een wisselend elektrisch veld. En op een grote afstand gaat dit maar door, gaat maar door. Met de lichtsnelheid gaat dit door, die verstoring. En dat is een elektromagnetische golf. En dat ziet er ongeveer als volgt uit. Hier zien we hebben we links ons vertrouwde staafje en we zien dat er een nabij een veld te meten is, maar dat op een grotere afstand er een wisselend elektromagnetisch verschijnsel is wat we een elektromagnetische golf noemen of elektromagnetische straling. Elektrisch veld gaat omhoog. En op dat moment gaat het magnetisch veld opzij. Dus staat er altijd loodrecht op. En we kunnen dat ons wel voorstellen. Want dat hebben we net ook gevonden. Verder valt op dat wanneer het elektrisch veld groot is, het magnetisch veld ook. Dus het is met elkaar in de pas. Als je het elektrisch veld kent, ken je ook het magnetisch veld van een elektromagnetische golf. Verder heb ik in paars hier een klein elektron gevonden, getekend. En dat elektron ondervindt door zo'n golf die langskomt, ondervindt een kracht. Hè? En die kracht die gaat ook heen en weer als die golf langskomt tenminste. Dus we kunnen zo'n golf detecteren met een elektron. En dat is handig, want dan kunnen we bijvoorbeeld een antenne bouwen. We hadden net een verzender. Dit is eigenlijk de verzender hier zo, dat staafje. Maar een antenne kan uit de lucht zo'n elektromagnetische golf waarnemen. Of oppikken, detecteren. Die elektronen in zo'n antenne die gaan ten gevolge van die elektromagnetische golf heen en weer. Dan hebben we een kleine wisselspanningsbron gemaakt en dat kunnen we opnemen in een kring. Hier is een bijzondere kring gemaakt, namelijk een LC-kring. En die spoel en die condensator samen, die zijn juist gevoelig voor een bepaalde frequentie. Dan is nagenoeg de weerstand van die twee componenten 0. Die frequentie die wordt gegeven door 1 gedeeld door 2 pi wortel L over C, of wortel L keer C. Dus dit betekent dat bij een bepaalde frequentie die weerstand eigenlijk 0 is, oftewel het circuit daar erg op reageert. En dat is handig als je bijvoorbeeld elektromagnetische golven van radio 538 uit de lucht wil pikken, want die variëren, frequentiemodulatie, die zijn van een bepaalde frequentie, hè? De frequentie van dat radiostation. Dus die pik je er op zo'n manier
uit. Nou, je moet nog wel versterken, want dit is lang niet genoeg vermogen of lang niet genoeg energie wat je oppikt om je boxer mee aan te spreken, maar je hebt wel een signaal en dat is belangrijk. Het magnetisch veld is niet getekend in deze tekening. Het is er wel, maar we gebruiken het nu niet, dus het is voor het gemak weggelaten. We zouden het wel kunnen tekenen, dan moeten we zo een golfje tekenen. Dus het is er wel, maar het is nu voor deze antenne niet van belang. Voor deze antenne daarentegen wel. Dit is een antenne die een magnetisch veld oppikt. En nou ja, we weten dat hè, als we een kring hebben en daar gaat een magneetveld heen en weer, dan hebben we een, dat kunnen we oppikken. Dan gaat er een inductiestroom lopen. Zo werkt bijvoorbeeld ook een transformator. Dus zo'n ronde antenne pakt magneetveld op en een draadantenne die pakt elektrisch veld op. En iets wat nu alvast interessant is om waar te nemen, of om te zien, is dat de richting van zo'n antenne van belang is. Oké. Nou, dan hebben we het eerste gedeelte gehad. Het gedrag van elektromagnetische golven. En gaan we kijken naar wat voor verschillende typen elektromagnetische golven er zijn. Nou, ik verwacht dat dit voor een groot gedeelte wel bekend is. Maar die wisselspanningsgenerator die kan natuurlijk verschillende frequenties hebben. Daar komen golven uit met verschillende lengtes. En die hebben een verschillend karakter. Of die nemen we eigenlijk op een verschillende manier waar. Het ene apparaat of het ene biologisch apparaat kan de ene golf wel waarnemen en de andere golf niet. Nou, onze ogen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor frequenties rondom de, even spieken, vergeet ik altijd, rondom de 10^14 hertz. De radar is bijvoorbeeld voor een veel lagere frequentie gevoelig. Nou, welke frequenties zijn er allemaal? Nou, er is natuurlijk alles wat je kan denken. Hoewel er wel een maximum is aan frequentie. Op een gegeven moment wordt het met gewone natuurkunde, of tenminste de bekende natuurkunde, lastig te beschrijven. Nou, daar zijn we nog lang niet. Nu kijken we naar lage frequenties en hogere frequenties. Nou, hierboven staat dit is de frequentieas. En frequentie is omgekeerd evenredig met de golflengte. We kennen dit verband als het goed is. Oh, het is een beetje donker. We kennen dit verband. Lambda is C gedeeld door F. Oftewel, het is omgekeerd evenredig met elkaar. Nou, we hebben hier een grote frequentie en hier een kleine golflengte. Dus het gaat, de ene gaat zo, wordt zo groter en de andere wordt zo juist groter. Wat hebben we allemaal? Radiogolven, grote golflengte rondom de meter of tientallen meters. Als we hier bijvoorbeeld kijken, zit het eigenlijk wel onder de radiogolven, maar daar is het 10 kilometer de golflengte. En als we naar boven gaan, wordt het steeds kleiner. Bij zichtbaar licht zitten we, zoals we weten, in de orde van nanometers. 600 nanometer, 400 nanometer is het dan weer blauw licht, 600 zit je meer bij rood. Daarboven hebben we ultraviolet, röntgenstraling of x-ray en dan gammastraling. Gammastraling heeft dus de kortste golflengte van deze en gammastraling heeft ook de meeste energie omdat de frequentie het grootst is en is daarmee heeft het de grootste doordringend vermogen, maar is ook gevaarlijker omdat het meer energie heeft en dus meer kan, meer schade kan aanrichten. Bijvoorbeeld, het kan bijvoorbeeld ioniseren, dat wil zeggen dat het een ion maakt van een bepaald, van een atoom. Als het betekent dat het een elektron wegstuurt, dan kan het een molecuulverbinding verbreken en dan heb je opeens een nieuw molecuul of een molecuul wat uit elkaar valt en dat kan heel gevaarlijk zijn. Als we nog eens kijken naar dit kleurenspectrum, dan kunnen we ook eens kijken naar het kleurenspectrum van de zon. Dat hebben we hier. Kijk maar. Rood licht. Als we opzij gaan, komen we bij oranje. Een heel stuk groen.
En we eindigen met blauw licht. En we zien bij zonlicht hier dat er een aantal kleuren niet zijn. Dat betekent dat die golflengte dus niet wordt uitgezonden door de zon. Kernen en atomen vertelt je waarom. Oké. Dan hebben we het spectrum gehad. Hebben we het gedrag van elektromagnetische golven gehad. En dan gaan we verder met de lichtsnelheid. Het is niet altijd logisch geweest dat licht een bepaalde snelheid heeft. Hè. Als je een kaars aandoet is het meteen overal licht. Dus waarom zou dat überhaupt met de snelheid moeten reizen? Maar mensen zijn daar toch over gaan nadenken. En Ene Michelson had een slimme proef bedacht om die lichtsnelheid te meten. En daarvan zien we hier een plaatje. We hebben een lichtbron. En hier is een hele rechte straal getekend, wat suggereert dat het met een laser of zoiets is gedaan. Maar het kan een lantaarn zijn, als er maar licht uitkomt. En het licht gaat natuurlijk alle kanten op, maar er is één bepaalde richting die van belang is. Dat is namelijk deze richting. Het licht gaat hier zo naar een klein spiegeltje toe, of nou ja, klein of groot. En dat is een octagonale, oftewel het heeft 8 zijden en al die 8 zijden zijn reflecterend. Het licht wordt dan weerkaatst op een spiegel op een hele grote afstand, namelijk 35 kilometer. En komt dan weer terug bij de spiegel en komt dan in het oog terecht. Nou, als die spiegel stilstaat, kun je de opstelling zo maken dat je via die drie weerkaatsingen die lichtbron ziet. En op het moment dat je nou die spiegel gaat draaien, je hebt hem dus eerst gekalibreerd in stilstand, dan ga je de spiegel draaien en dan moet je je realiseren dat die spiegel een klein beetje gedraaid is op het moment dat het licht hier heen en weer is geweest. Het gaat hier heen en weer. En op het moment dat het dan hier weer aankomt, is je spiegel toch, dit spiegelende oppervlak is iets wat gedraaid, waardoor dit licht niet in je oog terecht komt, maar ernaast. Dus dan zie je de lantaarn niet meer. Nou, wat had Michelson bedacht? Als ik mijn spiegel of mijn roterende apparaatje nou zo snel draai, dat hij een achtste gedraaid is op het moment dat het licht terugkomt, dan komt het weer in mijn oog terecht. Dus hij hoefde alleen maar de draaisnelheid van zijn roterende spiegeltje zo te maken dat hij het lichtbronnetje weer zag, om een tijd te vinden, namelijk 1/8 van een omwenteling, die hoorde bij het licht dat, bij het afleggen van het licht van deze 35 kilometer heen en terug. Dus dan had hij een tijd gevonden, hij wist een afstand en kon hij de snelheid bepalen. Nou, inmiddels hebben we nauwkeurigere metingen van de snelheid van het licht gedaan en zijn we uitgekomen op een waarde die als volgt is. Een leuke constante om uit je hoofd te weten. Niet dat ik hem uit mijn hoofd weet, maar toch leuk voor op cocktailfeestjes. Zoveel meter per seconde. Nou, eerst was er de meter, toen was er de lichtsnelheid en inmiddels bepaalt de lichtsnelheid de meter. We hebben afgesproken dat dit het is. Het is niet meer, niet minder. Dit is de definitie van de lichtsnelheid en daarmee ook, als je de seconde dan ook hebt gedefinieerd, is de meter ligt dan vast. Die volgt uit die andere twee. Oké, dus dat over de snelheid van het licht. Wat we al eerder hadden gezien was dat lambda, de golflengte, is de snelheid van het licht gedeeld door de frequentie. En daarmee kan je dus de golflengte van elke frequentie uitrekenen. Dus bijvoorbeeld de golflengte die hoort bij de zenderfrequentie van 538. Doe het maar als je het leuk vindt. Tot zover de snelheid van het licht. Ja, tot zover. Ik ben nog één dingetje vergeten. En dat is dat Maxwell in zijn vergelijkingen had afgeleid dat de lichtsnelheid ook te schrijven is, of gedefinieerd wordt door
twee constanten, namelijk de epsilon 0 en mu 0, de dielektrische constante en de magnetische constante, of in het Engels de permittivity en de permeability of free space. Nou, deze gaan we zo meteen zien als we gaan kijken naar de energie. Oké, energie dus. Het is interessant om eerst eens te kijken naar hoe een magnetron werkt. Als je dat wil zien, kijk naar het filmpje van Engineer Kai. Je kunt erop klikken en kom dan hier weer terug. Goed, wij gaan weer verder. En we gaan kijken naar energie in een golf. Dus we hebben elektromagnetische straling en als elektromagnetische straling door de ruimte beweegt, dan heeft dat een bepaalde energie. En er zijn eigenlijk twee manieren om daarover na te denken. De eerste is hoeveel energie er zich in een bepaald volume bevindt. En de tweede manier is hoeveel energie is er op een bepaald oppervlak terechtkomt. Bijvoorbeeld als zonlicht geabsorbeerd wordt. Nou, daarvoor beginnen we met twee formules die voor kennis zijn. Dat wil zeggen, ze zijn in elektriciteit en magnetisme aan bod geweest. En wij nemen ze nu gewoon aan. We kijken eerst naar energiedichtheid, energie per volume. En we zien dat is een half kappa is dit. Dus eigenlijk geen k, maar een kappa. Dat is een constante die de elektrische permittiviteit van een bepaalde stof weergeeft. Keer epsilon 0, van hetzelfde van vacuüm, keer het elektrisch veld in het kwadraat. En dat is voor vacuüm. En voor lucht is dat nagenoeg hetzelfde. Mogen we kappa is 1 zeggen of mogen we hem weglaten? Nou, voor het magnetisch veld is de energiedichtheid zoals hier gegeven. Totale energiedichtheid in een bepaald volume wordt gegeven door de som van die twee. En voor een elektromagnetische golf in vacuüm mogen we zeggen dat het elektrisch veld is gelijk aan het magnetisch veld keer een van de constanten en dat is de lichtsnelheid. Dus niet zomaar een constante, de lichtsnelheid. Gaan we nu eens kijken op waarop we dan uitkomen als we de totale energie gaan uitrekenen. Oké, dus we weten dat de energie in een bepaald volume gelijk is, tenminste dit is een manier om het te schrijven, dit is de totale energie van een elektromagnetische golf en die is te schrijven als epsilon 0 keer E, het elektrisch veld, in het kwadraat. We moeten ons wel realiseren dat het elektrisch veld in het, dat varieert natuurlijk. Hè? Het is een heen en weer gaande golf. En we weten misschien nog wel van elektriciteit dat de effectieve waarde van een sinus of cosinus, dat je die mag zien als de maximale waarde keer wortel 2. Dus als we de gemiddelde waarde zouden willen weten, dus niet op een tijdstip. En nu moet je me natuurlijk voorstellen, zeker dat als het over licht gaat, dat het elektrisch veld supersnel heen en weer gaat. Voor het licht was dat in de orde van 10 tot de macht 14 keer per seconde. Dat het bijna geen zinnige waarde is, tenzij je heel snel in de tijd kan meten. Of nauwkeurig in de tijd kan meten, maar dat kunnen we meestal niet. Dus dan kijken we naar het gemiddelde elektrisch veld.
En dan moeten we dus zeggen, even kijken. Nou, gemiddeld, streepje erboven, is epsilon 0, half wortel 2, wortel. Oftewel, de helft van wat we net hadden. Zo. Of om het nog iets netter te zeggen, hier hebben we het over de root mean square value. En hier zeggen we ARMS is een half, is 1 gedeelte door wortel 2 van de maximale uitwijking. Dus let op, we hebben epsilon 0 en 1 0. En dan zou dit epsilon 0 zijn en hier ook. Dus het maximale elektrisch veld. Als we het willen hebben over het tweede verhaal, namelijk de hoeveelheid energie die door een bepaald oppervlak komt, dus die geabsorbeerd wordt, dan kunnen we ons voorstellen dat we een bepaald oppervlak hebben en dat daar de energie doorheen gaat die er in een seconde doorheen gestuurd wordt door het licht. Dus we hebben ergens een oppervlak. Laten we daar een simpel oppervlak van maken, namelijk 1 vierkante meter. En dan zijn we geïnteresseerd in hoeveel energie er per seconde doorheen gaat. Nou, als het om licht gaat, dan weten we dat er in 1 seconde een hoeveelheid licht doorheen gaat van C keer delta T, met delta T is 1 seconde. Oftewel, we hebben dan een volume wat door dit oppervlak gaat, een volume vol met straling, kunnen we zeggen, die door dat oppervlak gaat, met een inhoud van 1 keer 1 keer, nou ja, C, mag ik C opschrijven? Niet zo heel netjes, hè? Want dat is een meter per seconde. Dus laten we dat maar vermijden door op te schrijven. Oh, de lichtsnelheid, ik vergeet het steeds. Ik moet het maar in mijn hoofd leren. 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Of we kunnen zeggen, de energie die door een bepaald volume per seconde gaat. Oh, nou heb ik toch nog meter per seconde erachter gezet. De energie die per seconde door een oppervlak gaat, is de energie, de energiedichtheid keer die afstand, gedeeld door 1 seconde, oftewel U keer C. Dus dat is het vermogen wat door een oppervlakte gaat. Het vermogen wat door een oppervlakte gaat, waarbij dit de oppervlakte is. En het vermogen dus de hoeveelheid energie per seconde. Oftewel, we hebben een beschrijving voor een soort van, wat is het, de intensiteit, hè? Intensiteit is vermogen gedeeld door oppervlakte. We gebruiken daar de S voor. En die is dus te schrijven als U keer C. En dat is C keer epsilon 0 keer E kwadraat. E kwadraat, nou we weten, wat was het? E is C keer B. Dus we kunnen dit ook schrijven als C gedeeld door mu 0 B kwadraat. Dus intensiteit, de S ervoor,
is voor ons hetzelfde als de intensiteit van I. Als we eigenlijk de gemiddelde intensiteit willen weten, dus niet de intensiteit op één moment, hè, waarbij dat licht weer heen en weer gaat, of die elektromagnetische straling heel snel heen en weer gaat, dan praten we eigenlijk over dus de gemiddelde. En dat is een veel zinvollere waarde. Dan moeten we kijken naar de root mean squared, of hier de root mean squared value ervan. Oké, nou, eens even kijken wat we tot nu toe hebben gehad. Gaan we terug naar het begin. En dan hebben we, even kijken, we hebben het gedrag van de elektromagnetische golf gehad, het spectrum van licht, snelheid van licht, energie. Gaan nou kijken naar het Doppler effect voor licht en naar polarisatie. Oké, het Doppler effect, dat kennen we al. Dat heeft te maken met dat als een geluidsbron naar je toe komt, dat dan de golven dichter bij elkaar lijken te zitten dan wanneer een geluidsbron van je afgaat. Hè? Dit zijn cirkels, ze zijn niet concentrisch, dat wil zeggen ze hebben niet hetzelfde middelpunt, omdat ze uitgezonden worden door een bron die beweegt. Dus hier aan de achterkant is de afstand groter dan aan de voorkant. Nou, dat kennen we van geluid. En bij geluid is het, moeten we niet alleen rekening houden met een bewegende observer en een bewegende, dus dat is een waarnemer en een bewegende bron, maar ook met een medium ten opzichte van wat er bewogen kan worden. Nou, dat hoeft nu niet. Licht beweegt zich door vacuüm, of er is eigenlijk geen medium voor licht. Dus we kunnen voor het Doppler effect van licht gewoon zeggen, of geldt een gewonere of een eenvoudigere formule. De waargenomen frequentie is de bronfrequentie maal een factor en die is 1 plus of min de relatieve snelheid, dus de relatieve snelheid tussen waarnemer en bron en de lichtsnelheid. Het boek kiest ervoor om plus en min in de formule te zetten, dat je dan moet nagaan denken over wat is, dan, is het nou plus of min. Nou, dat nadenken is vrij eenvoudig. Als het naar je toe komt, heb je een hogere frequentie, dus moet je de plus gebruiken. Als het van je afgaat, lagere frequentie, moet je de min gebruiken. En dat kunnen we natuurlijk ook even opschrijven. Naar je toe, of naar elkaar toe, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben het over Doppler. En de min is als de bron en de waarnemer van elkaar af. Bewegen. Je kan ook zeggen, weet je wat, ik zet er altijd een plus neer en ik denk wel na over het teken van V relatief wat ik dan krijg. Dan komt er dan een negatieve waarde uit in plaats van een positieve waarde. En dan komt het ook goed. Dus dat mag je doen zoals je het zelf wil. We gaan eens even kijken naar een simpel voorbeeld. En dat doen we, ik leen het van roodverschuiving. Er is een verschijnsel in het heelal, namelijk dat sterren die van ons af bewegen een wat roder licht uitzenden dan wat we van kernen en atomen, oftewel de emissiespectra van licht, verwachten. En niet zomaar wat sterren, alle sterren hebben dat. Wat betekent dat alles een beetje naar het rode verschuift en dat we een wat lagere frequentie waarnemen dan we zouden verwachten, oftewel het is... Het beweegt van ons af. Dus laten we het even eenvoudig houden en zeggen dat de waargenomen frequentie, observed, maar ik kan het beter even ergens anders op kunnen schrijven. Die formule hebben we zo nodig. De waargenomen frequentie die is, even spieken, 4 keer 10 tot de macht 14 hertz. Daar hoort natuurlijk de golflengte van waargenomen rood licht bij. Dus dit is rood, ongeveer. Ik speel een klein beetje vals, maar
kunnen jullie wel tegen. En de bronfrequentie, laten we daarvoor zeggen dat dat blauw licht is. Dus ik chargeer de boel een beetje. Dan kun je zien. Dan gaan we eens uitrekenen wat voor snelheid daar dan bij hoort. Hè? Als dit zo is, bij welke snelheid bewegen de sterren dan van ons af? Oké, nou we hebben dus de formule. Oh, wat doe ik? Nou, dat doe ik. Nog een keer. Nou goed. Werkt weer. De formule is F waargenomen is F uitgezonden 1 plus of min V relatief gedeeld door C. Nou, ik denk, wat zal het moeten zijn? Bewegen van elkaar af, dus dan denk ik dat ik deze plus niet nodig heb. En dan vinden we een relatieve snelheid, dus de snelheid tussen ons en de sterren die van elkaar af bewegen. Met de wat waardes voor rood en blauw die ik een beetje uit mijn duim zuig, maar ook weer niet helemaal verkeerd. Oké, nou gaan we het invullen en oplossen. Dus de relatieve snelheid is een half keer de lichtsnelheid, volgens deze berekening. Nu ga je misschien denken, als dingen in de buurt van de lichtsnelheid komen, moeten we dan niet rekening houden met relativiteitsleer, speciale relativiteitsleer. Nou, dat is zo. Dus eigenlijk is deze waarde niet helemaal goed, omdat we geen rekening houden met relativistische effecten, die ook onder andere ervoor zorgen dat nooit een snelheid hoger kan worden dan de lichtsnelheid. Ik noem dat maar even wegens relativiteit. Maar als je het controleert met de formule die geldt voor relativistische Doppler-effect, zul je zien dat je niet zo heel ver naast zit. Maar goed, dit is wel een klein eenvoudig voorbeeld. Je mag deze formule dus eigenlijk niet gebruiken voor hele hoge snelheden, maar wel voor kleine snelheden als die relevant zijn als je bijvoorbeeld radar gebruikt om de snelheid van een auto te waar te nemen. Daar staat een voorbeeld van in het boek. Oké. Even voor de mensen die het interessant vinden, de formule voor de relativistisch Doppler-effect, dus extra, niet getoetst, maak je geen zorgen. Die luidt, even zien, F waargenomen, S is FS, maal de wortel uit 1 gedeeld door V plus C gedeeld door 1. Min. Als je dit gaat uitrekenen, dan zul je zien dat je op V is 0,6C uitkomt. Een negatief getal. Er is gewoon een minnetje voor met deze formule. Ja, dus van elkaar af betekent dat. Dus zit redelijk in de buurt. Oké. Tot zover het relativistisch. Kijk, daar staat het. Doppler effect. Oké, we hebben bijna alles gehad. Alleen polarisatie nog niet. Eigenlijk hebben we dat al wel aangestipt. Polarisatie, maar nog niet uitvoerig bekeken. We hebben hier een bekend plaatje, namelijk de antenne, die in een bepaalde richting het elektrisch veld absorbeert. Dus het elektrisch veld is dan ook weg, oftewel de straling is weg. Misschien niet volledig, maar in ieder geval gedeeltelijk. En
Dat is iets interessants. Want je kan daarmee dus een bepaalde richting van een elektromagnetische straling die in een bepaalde richting is, kun je tegenhouden en andere kun je doorlaten. En dat wordt wel op de volgende manier. Of nee, laten we eerst eens kijken naar wat polarisatie dan is. Als we kijken naar licht bijvoorbeeld, dan hebben we hier gepolariseerd licht bovenaan, net als bij het tekeningetje links. En we hebben daaronder wat we ongepolariseerd licht noemen. En eigenlijk is het een beetje een verwarrende term, want ongepolariseerd licht is niet zozeer licht dat helemaal geen polarisatie heeft, maar is alle polarisatierichtingen door elkaar. In principe, als je een lichtbron hebt, dan is het licht wat daar doorheen komt, of wat daar uitkomt, ongepolariseerd, oftewel alle polarisatierichtingen zijn er. Oftewel de elektronen die of de ladingen die versneld hebben en fotonen hebben uitgezonden, die versnellen in allerlei verschillende richtingen. En dus komt er ook licht uit in alle allerlei verschillende richtingen. Nu kunnen we ook licht polariseren. En dat heeft wel wat interessante toepassingen. Om maar eens wat te noemen. Er zijn zonnebrillen die gepolariseerd licht tegenhouden, omdat gereflecteerd licht niet ongepolariseerd is. Er is meer in een bepaalde richting dan in een andere richting gepolariseerd. En onder sommige hoeken, of onder de Brewster angle, een specifieke hoek, heb je alleen nog maar licht in, even kijken, in deze polarisatierichting wat op je afkomt. Dus dan kun je met een polarisatiefilter, een soort van antenne, dus allemaal. Ja, eigenlijk moet je allemaal stroomdraadjes hebben die zo lopen, kun je dat tegenhouden. Nou kan dat met een bril natuurlijk amper, maar in een polarisatiefilter, wat ik toevallig wel bij de hand heb, hebben we dan, ja, daar zit niet zo'n draadraam in of zo, maar lange moleculen in een bepaalde richting waar langs elektronen kunnen bewegen en dus een elektrisch veld kunnen absorberen. Nou, hoe werkt dan zo'n polarisatiefilter? Nou, er wordt wel het volgende, de brievenbusanalogie wordt wel gebruikt. En dan moet je je voorstellen dat de polarisatie een touw is wat in een bepaalde richting beweegt. En het wel door een verticale gleuf kan, maar niet door een horizontale gleuf. Ik bedoel, ja, niet door een horizontale gleuf. Dat is op zich een prima analogie, maar je moet je wel realiseren dat datgene wat licht absorbeert, juist andersom georiënteerd is. Zoals we die antenne daarboven zien, deze antenne absorbeert het elektrisch veld wat omhoog is, hè, van boven naar beneden, maar niet zoals hieronder. Hè. Hier hebben we juist een sleuf die omhoog staat en het doorlaat. Dus dat is eigenlijk. Het lijkt een beetje in tegenspraak. Dus die tekening daarboven is misschien juist nog wel beter. Oké, als we gepolariseerd licht. Oh nee, wacht even. Voordat ik daarmee verder ga, is het interessant om een filmpje van Walter Lewin te bekijken. Het gaat over gepolarisatie van elektromagnetische straling. Is leuk. Kan je ook straks bekijken. Goed, wat gebeurt er dan als we zo'n polarisatiefilter. Ja, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel mee laten zien, want ik heb er maar één in mijn hand. Dus ja, het licht wat nu naar de camera komt, is gepolariseerd. Nou, je kunt wel zien, het is wel wat donkerder daarachter. Het houdt namelijk niet al het licht, of tenminste, het houdt een deel van het licht tegen. Vanuit mij komen allerlei polarisatierichtingen. Nou, dat wordt tegengehouden. Ik kan wel laten zien dat bijvoorbeeld mijn telefoon heeft zendt gepolariseerd licht uit. Oh, hey, ik druk ergens op. Als ik hem draai, dan zie je dat er wel of geen licht doorheen komt. Oké, nou wat gebeurt er als je een polarisatiefilter ergens houdt? Er gebeuren twee bijzondere dingen, of tenminste vooral één heel bijzonder ding. Als ik een
polarisatiefilter hier heb. Ik heb hier een plaatje met ongepolariseerd licht. We hebben dan eerst het eerste plaatje gebruiken als een polarizer. Die zorgt ervoor dat er alleen maar licht doorgaat in de richting, de doorlaatrichting van mijn filter. En de regel daarvoor is dat een polarisatiefilter, als we hier bijvoorbeeld intensiteit I0 hebben, dan wat er wordt doorgelaten is de helft. Half I0. Vervolgens hebben we hier nog een polarisatiefilter. Er staat analyzer, maar dat is niks anders dan nog een polarisatiefilter. En dit filter staat onder een bepaalde hoek. En laat dus nog maar weer een deel door. En er gebeurt nog iets bijzonders, tenminste het laat een deel door, maar er gebeurt nog iets bijzonders. Namelijk, dat licht wat doorgelaten wordt, wordt doorgelaten in de richting van dit nieuwe filter. Dus niet alleen laat het een gedeelte, het laat, dus dit is wat er aankomt. Daarvan wordt een gedeelte, die E cosinus theta die hier in die figuur zit, wordt doorgelaten. Maar ook in de richting, de doorlaatrichting van het filter. Dus het draait ook mee. Er is een eenvoudige wet die zegt hoeveel licht er doorgelaten wordt. Dat is, je kan zo met E cosinus theta berekenen dat de component langs de doorlaatrichting wordt doorgelaten. Dus dit is een plaatje van wat er hier gebeurt. En we weten dat de intensiteit, of die, we hadden daar ook de S voor gebruikt, nu gebruiken we weer de I, dat die gelijk is, of evenredig is met het elektrisch veld in het kwadraat. Dus, even kijken, die... klopt wel. Ik heb hier de ongepolariseerde lichtintensiteit 0. De helft wordt doorgelaten en daarna hebben we een analysator. En de wet die aangeeft hoeveel er doorgelaten wordt. Nou, laten we dit maar even weghalen. Is de wet van Malus. En die wet die luidt... kijk nou. Tjongejonge. Is deze, dat is de gemiddelde intensiteit eigenlijk. En we mogen de S en de I door elkaar gebruiken, maar ik schrijf even de S op, omdat dat ook is wat in het boek staat. Die is de intensiteit in het begin. Maal cosinus kwadraat theta. En dat kwadraat komt dus van dat de intensiteit evenredig is met het elektrisch veld in het kwadraat. Alzo, waar zijn we dan uitgekomen? Wat wou ik verder hier nog over zeggen? Volgens mij niet zoveel. Volgens mij zijn we dan klaar. Volgens mij heb ik alles uitgelegd. Het wel goed zo. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat dit zinvol was. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!